Kinderen van CLC, welkom deze ochtend. Leuk dat jullie weer meekijken. Je ziet, Esmee is ook weer van de partij. Doe je mee met Esmee? We gaan samen en we gaan God prijzen. Zing maar mee. Een nieuwe morgen, een nieuwe dag. Een nieuwe dag waarop ik blij mag zijn met wat er komen mag. Ik word wakker. Heer, u bent bij mij, dus alles is alright. Een nieuwe morgen, een nieuwe dag. Een nieuwe dag waarop ik blij mag zijn. Met wat er komen mag, ik word wakker. De zon schijnt. Heer, u bent bij mij, dus alles is alright. Ik kan de hele wereld aan. Zonder u is er niets aan. Yeah, yeah. Ze lopen zoveel te haten. Op het veld en online, op scholen en de straten. Net te kunnen schapen nu we lopen te blaten. Wijk van je af wanneer de mensen je verdedigen. Doe niet meer mee met de kleinheren en beledigen. Al is het lastig durven anderen te verdedigen. Spreek alleen als het de stilte kan verbeteren. Met vesten doe eens lekker gewoon. Of je iemand uitscheldt of online op de phone. Iedereen hoort erbij, maakt het nou niet stuk. Woorden hebben klasse, breng de ander geluk. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake it up. Het is nooit te laat voor een nieuw begin. Spreek woorden van leven, ga er tegen in. Together we dance, we dance. Together we stand, we stand. Hand in hand, hand in hand.
Okay. Kan een heleboel verpesten. Online, op het werk, onderweg of in de lessen. Denk naar bij wat je zegt en houd je handen thuis. Want zij die niemand pesten, die horen bij de beste. We maken fouten, maar we blijven leren. We kunnen kiezen om het tijd te keren. Wees een held, geen geweld, stop met pesten en gescheld. Want jij wordt niet groter door een ander te kleineren. Pesten is stom, wij doen niet meer, komen voor je oren. Zeg stop, stop. Pesten is laag, pijn in je maag, maar niet van. Together we stand, hand in hand, hier op dit moment. Join the club, iedereen, wees een held met elkaar. Samen zijn we sterk, super strong, echt waar. Met pesten doen we eens lekker gewoon. Of je iemand uitscheldt of online op de phone. Iedereen hoort erbij, maakt het nou niet stuk. Woorden hebben klasses, breng de ander geluk. Shake, 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 shake it up. Shake, 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 shake it up. Het is nooit te laat voor een nieuw begin. Spreek woorden van leven, ga er tegenin. Together we dance, we dance. Kids, daar zijn we weer. En jullie thuis dus ook. We kunnen weer van start. Buddy, heb jij vrienden? Ja, jij hebt heel veel vrienden, hè? Vooral hier in de kerk. Je hebt kleine vriendjes. En grote vriendjes. En nog grotere vriendjes. Dat zijn de kidswerkers zeker. Vriendschappen zijn heel belangrijk voor ieder kind. Voor ieder mens. Maar soms zijn ze ook lastig. Ik heb ook veel vrienden hoor. Vrienden maken gebeurt bij mij vanzelf. Maar ik weet maar dat het bij andere kinderen wel veel moeite en inspanning kost. Maar Sarah, hoe kies jij je vriendinnen uit? Wat betekent vriendschap voor jou? Voor mij is een vriend of vriendin iemand waar ik helemaal mezelf durf te zijn. En dan hoef ik me niet beter of slechter voor te doen. Dat is relaxed. En dat voelt heel fijn. Dan weet en voel ik mij geaccepteerd door hen. Ja, dat is ook echt een heel goed punt voor vriendschap, Buddy. Dat je over van alles en nog wat met elkaar kan praten. Dat je kan zeggen wat je denkt en wat je voelt. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat je samen interesses deelt. Dat kan een sport zijn, of muziek, of dansen. Of dingen doen die je samen leuk vindt. Gamen bijvoorbeeld, of naar een pretpark gaan. Nee, als je met je vriend of vriendin ruzie hebt, los je dat in een goede vriendschap ook samen op. En daarna zorg je ervoor dat het niet nog een keer gebeurt. Dan maak je vriendschap mooi en sterk. Buddy, weet je dat er in de Bijbel ook hele mooie verhalen over vriendschap staan? Ik ken het verhaal van David en Jonathan. Dat is hier een mooi voorbeeld van. Zeker weten. De basis voor goede vriendschappen wordt hier heel duidelijk verteld. Buddy, zal ik jou eens laten zien welke drie punten heel belangrijk zijn en waar wij veel over kunnen leren? Openheid en eerlijkheid en trouw. Ja, soms is dat wel eens moeilijk of lastig. Maar als je trouw, eerlijk en open bent, dan worden dat wel de mooiste en de beste vriendschappen.
Dit kaartje betekent Best Friend Forever. En onze Best Friend Forever is ook altijd Jezus. Laten we dat nooit vergeten. Een vriendschap met Hem is het mooiste en waardevolste dat er is in je leven. Zeker weten. Gaaf om te weten, toch? We hebben weer over hele mooie dingen gepraat, hè, Buddy? Zullen de kinderen nog maar even gedag zeggen voordat we weer weggaan? Doei, doei, tot de volgende keer. Fijne dag verder. Nou, welkom bij de Connect. We zijn weer lekker buiten. Ja, ja, fijn. We gaan het hebben vandaag over de afgelopen zondag. Het was een mooie zondag natuurlijk. Ja, hebben zeker. Jullie ook de proef van Professor Explosie gezien? Ja, ja. Ja, dat was weer leuk. Maar ik denk toch dat wij dat ook best kunnen. Yeah. Misschien wel beter. Ik denk dat we veel beter zijn als de proef is. Dus ik dacht, we dagen hem uit. Een watermeloen ontploppen. Ja. Hoe moeilijk kan het wezen? Wat vinden jullie ervan? Goed idee. Yeah. Ja, lukken. Ja. Oké, we halen hem. Professor. Hallo, we hebben alles voor u klaargezet. Elastiekjes, een watermeloen. Dat ziet er super uit. En de bedoeling is, wij gaan hetzelfde doen als u. En dan wie het eerste een knal, die wint. Ja. Oké, maar dan gaan jullie met dat hele team tegen mij alleen. Dat is een beetje... Nee? Krijg ik hulp van jullie dan? Oh, ik krijg hulp! Yes. Kijk eens eventjes. Ik doe lekker een jas aan. Kijk, dan hoor je helemaal bij Team Professor Explosie. En wij gaan natuurlijk gewoon winnen, hè. Dat gaan we doen, toch? Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Ja. 3, 2, 1, start! Woehoe! Kijk, knallen erop! Ah ja, hij was mooi, hè? Ja, een echte explosie op het laatst. Voor het laatst bewaard. Ik ben onwijs blij dat de Connect van Mieke me uitgenodigd heeft. Want we hebben een hele leuke avond gehad. Zo. Ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe explosie. Hey kids, het thema van vandaag is vriendschappen. Nou gaan we een heel mooi Bijbelverhaal lezen. Waarbij vriendschappen heel erg zichtbaar worden in de Bijbel. Laten we gaan lezen. Het verhaal staat in Lucas 5. Jezus is in de stad. Het gerucht ging als een lopend vuurtje. Toen Levi dit hoorde, rende hij naar zijn maten. Jezus is in de stad. Ze zeggen van hem dat hij een man van God is. Misschien kan de Jezus Barak helpen. Laten we Barak naar hem toe brengen. Onmiddellijk gingen de vier vrienden op weg. Zoals gewoonlijk zat Barak voor zijn huis. Hij was aan beide benen verlamd. Elke dag kreeg hij wat kleingeld of eten van de mensen die voorbij kwamen. Barak, je moet mee, riepen zijn vrienden in koor. Jezus is in de stad. Misschien kan hij jou helpen. Misschien kan hij jou genezen. Barak lachte.
Wat kan die Jezus nou weer voor mij doen? Kan hij een verlamde weer laten lopen? Hij is een man van God, Barak, zei Levi. Dan wil ik hem graag ontmoeten. Kunnen jullie mij dragen? Vroeg Barak. Ze tilde Barak met Betanam op en gingen op weg. Ze kwamen langzaam vooruit natuurlijk, want de man was best wel zwaar. In de verte zagen ze heel veel mensen bij elkaar staan. Wat is er aan de hand? Vroeg Levi. Jezus is daar binnen, in dat huis. Antwoordde iemand. Opzij. Alsjeblieft, laat ons daar even door. Riep Levi. Voorzichtig probeerden ze zich door de menigte te worstelen. Ga aan de kant, mensen. Dan kunnen wij onze vriend bij Jezus brengen. Riep Levi wanhopig. Maar er was geen doorkomen aan. Verslagen keken de vrienden elkaar aan. Hoe kunnen we nou onze vriend bij Jezus brengen? Het is hier zo vol. Als we niet via de deur kunnen, dan gaan we maar via het dak. We zullen jou bij Jezus brengen, Barak. Kom op. Met een uiterste inspanning tilden ze Barak met Betanal de trap op. Toen ze bij het dak waren, schoven ze wat dakpannen en wat riet opzij. Voorzichtig lieten ze Barak op zijn bed door het dak zakken, zo voor de voeten van Jezus. Jezus keek verbaasd op. Opeens lag er een man voor zijn voeten. Hij keek omhoog en zag de vier mannen op het dak. Jezus keek naar boven en hij zag de vier vrienden glimlachen. Het is gelukt. Onze vriend ligt aan de voeten van Jezus. We wilden u ontmoeten, Jezus, riep Levi. Maar we konden er niet door. Dus we vonden deze manier om onze vriend bij u te brengen, want hij heeft uw hulp nodig. Hij is verlamd. Jezus was ontroerd door het geloof en de liefde voor een vriend. Jullie geloof is groot, zei Jezus. Hij keek Barak aan en hij zei, sta op. Barak aarzelde geen moment. Hij ging staan en hij bleef staan. Wauw, iemand die niet kon lopen, die kon hier ineens lopen. En hoe komt het eigenlijk? Hoe kan het dat dit is gebeurd? Natuurlijk door God. Natuurlijk door hoe goed God is en dat Jezus de man aanraakt en dat hij daardoor genezen is. Maar eigenlijk kwam het ook door de vrienden die de verlamde man bij Jezus hadden gebracht. Dit verhaal laat heel mooi de kracht van vriendschappen zien. We hebben allemaal goede vrienden nodig. En we moeten allemaal leren en steeds beter worden om een goede vriend te zijn. Want andere mensen, andere vrienden hebben ons nodig. En ik wil je 3 dingen meegeven vandaag. Hoe wij een goede vriend kunnen zijn voor anderen, maar ook de vriend die wij eigenlijk nodig hebben. Dus we kunnen kijken, hebben wij eigenlijk wel de juiste vrienden om ons heen? En het eerste wat ik je wil meegeven is, goede vrienden zorgen voor elkaar en laten elkaar niet in de steek. Hun vriend was verlamd geworden, hij kon niet meer lopen. En dat betekent dat hij niet meer zomaar kon buitenspelen. Dat ze niet meer zomaar plezier met elkaar konden maken. En de vrienden hadden kunnen zeggen, nou weet je wat, bekijk het maar, je kan niet meer lopen. We zijn nu geen vrienden meer, want aan jou hebben we niks. Maar dat deden de vrienden niet. Ze gingen juist zorgen voor de verlamde man. Ze gingen juist zorgen dat het weer beter ging komen met de verlamde man. Wij kunnen zorgen voor onze vrienden. Wij mogen voor God zorgen voor onze vrienden. Onze vrienden hebben ons soms nodig. En dan is het zo belangrijk dat als het niet zo goed gaat met een vriend of vriendin, of ze zijn eventjes in een minder goede bui, of ze zijn een tijdje ziek, dat wij juist dan degene zijn die naar hen toe gaan en zeggen, hé, ik ben er voor je. Hé, ik hou van je. Hé, ik wil jou graag helpen. Hé, laat mij jouw vriend zijn. Laat me voor je zorgen. Dat mogen wij doen als het niet goed gaat met onze vrienden. En dat vind ik zo mooi van in de kerk. In de kerk heb ik heel veel vrienden die voor mij zorgen op het moment dat het niet zo goed met me gaat. Die voor mij bidden op het moment dat het niet zo goed met me gaat. En dat is het mooie van zo'n kerk, een kerkfamilie met elkaar zijn. Dus ik wil je vragen om te denken bij jezelf. Hé, welke vrienden heb ik nu om me heen? Op school, maar ook in de kerk, die echt mijn vrienden zijn. Die voor mij gaan zorgen op het moment dat het niet zo goed gaat. Ben ik op dit moment een vriend die iemand anders nodig heeft? Het tweede is, goede vrienden brengen je altijd dichter bij Jezus. De vrienden van de verlamde man brengen de verlamde man aan de voeten van Jezus. Supermooi beeld.
Ze brengen eigenlijk de vriend bij Jezus letterlijk aan zijn voeten. En ook wij kunnen onze vrienden letterlijk aan de voeten van Jezus brengen. Door te vertellen over wie Jezus is. Door te vertellen dat God voor hem wil zorgen. Door te vertellen dat Jezus hun allerbeste vriend wil zijn. Door te vertellen dat ze altijd kunnen bidden. Want dat er een Vader in de hemel is die voor ons wil zorgen. Zo brengen we onze vrienden aan de voeten van Jezus. En dan zie je wat er gebeurt. Er kunnen dan super gave dingen gebeuren. Hele mooie wonderen gebeuren. Omdat Jezus goed is en hij voor ons wil zorgen. Want hij is de hemelse Vader. Dus wij kunnen onze vrienden aan de voeten van Jezus brengen. En ook wij hebben weer zulke vrienden nodig die ons altijd dichter naar Jezus toe brengen. En de laatste is, goede vrienden helpen graag. Goede vrienden helpen elkaar in mooie tijden, maar ook tijdens problemen. We kunnen onze vrienden ook altijd helpen. Wat doen wij voor onze vrienden om ze te helpen? Om God voor iets te geloven, om ze misschien te troosten als het niet zo goed gaat. Of we kunnen ook iets aardigs tegen ze zeggen. We kunnen ze bemoedigen in dingen die ze goed doen. En waar ze goed in zijn. En we kunnen ze helpen als ze moeite hebben misschien met school. Laten wij als CLC Kids goede vrienden zijn voor anderen. Maar ook bidden dat wij de juiste vrienden om ons hebben. Hey, zullen we daarvoor gaan bidden? Dat wij een goede vriend mogen zijn, maar dat we ook de juiste vrienden zullen hebben? Doe maar met me mee. Vader in de hemel, dank u wel voor vandaag. U bent zo goed en zo groot. Heer, ik wil bidden, Vader, dat u ons helpt, Heer, met het vinden van de juiste vrienden. Maar ook, Heer, wil ik bidden dat wij de goede vriend mogen zijn voor de mensen om ons heen, voor de vriendjes in onze klas, voor de vriendinnetjes in onze klas, voor onze vriendjes in de straat en overal waar we vrienden hebben, dat wij goed voor hen mogen zorgen, dat wij de vriend mogen zijn die ze nodig hebben. Dat we ze mogen bemoedigen als het niet zo goed met ze gaat of als ze ergens mee zitten. Dat we ze mogen helpen als ze ergens mee geholpen moeten worden. En dat we ze altijd dichter naar u toe mogen brengen, Jezus. Net zoals de verlamde man die werd gebracht aan de voeten van Jezus. Dat wij zo'n vriend mogen zijn die dat ook doet. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen kinderen, hier ben ik weer, Esmee. Ja, vandaag zien jullie mij in een speciaal huisje. Ik heb het net allemaal netjes schoongemaakt. Sonja is er helaas niet bij. Die is in een ander huisje aan het schoonmaken. Maar vandaag heb ik speciaal voor jullie wat moppen meegenomen. Nou, dat wordt weer lachen, gieren, brullen. Daar komt de eerste. Wat bent u vroeg opgestaan, oma? Zegt Gijs, die met zijn familie op een boerderij woont. Ja, zegt oma, ik moest de kippen wakker maken, want de haan heeft een dagje vrij. Weet je niet? Goed, hè? Nummer 2. Jantje belt op. Met het ziekenhuis. Oh, excuses, ik ben verkeerd verbonden. Oké, komt u maar even langs. Dan kan de dokter het verband nakijken. Beetje dom, hè? Beetje dom. Ja. Deze. Moet je horen. Welk dier houdt enorm van feesten? Ja, van feestjes. Welk dier? Rara. Moet ik het zeggen? Een discotheek. Ja, vond hem ook een beetje grappig en een beetje eng. Oké, ik heb er nog één voor jullie, de laatste. Er staan 2 oenen te wachten voor een verkeerslicht. Zegt de ene tegen de andere, hey, het is groen. Zegt de ander, een kikker. Had u goed? Kikker is groen. Nou jongens, dat was het weer voor vandaag. 4 hele leuke moppen. Ik hoop dat jullie buikpijn hebben van het lachen. En we gaan weer door met het volgende item. Doei doei! Zo, we zijn er. Iedereen naar de dansvloer. Want we gaan dansen met Tante Rita! Ben je er klaar voor? Wij gaan dansen. Op de dansvloer gaan we feesten! Mooi zo! En nu voor het echtje.
We beginnen zachtjes met de handen. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Nog een keer. Naar voren. Naar voren. Naar boven. Naar boven. Nu sneller. Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. Naar voren, naar voren, naar boven, naar boven, naar voren, naar voren, naar boven, naar boven. Dans met tante Rita, Rita, Rita. Dans met tante Rita. Dans met tante Rita, Rita, Rita. Dans met tante Rita. Dans met tante Rita, Rita, Rita. Dans met tante Rita. Dans met tante Rita, Rita, Rita. Dans met tante Rita. Heel goed. We gaan door. Nu met de voeten en het hele lijf. Naar links. Met je handen, je voeten en je lijf. En nu wil ik een antwoord, oké? Hoe dansen de meisjes? Ai, ai. En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? Ai, ai. En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Hoe dansen de meisjes? Ai, ai. En hoe dansen de jongens? Nou zo, nou zo. Jullie vandaag weer allemaal hebben meegekeken samen met mij en we hebben genoten van het programma en volgende week dan zijn we er weer, dan kan je weer kijken om zondagmorgen 8:30. Tot ziens allemaal, doei doei! Naar omhoog. Sla je vleugels maar uit, dan vliegen wij ook.